Hoi dames en heren en leuk dat jullie kijken naar mijn video. We gaan ervoor, mensen. Welkom in Bobbejaanland. Hier heb je Welp staan. Hoi Vincent. Ga je ook naar Welp of ga je naar Help? Naar Help. Ga je naar Help? Dat is wel cool. Ik mag niet binnen. Mag jij niet binnen? Oei. Wacht hé. Zwangere vrouwen. Eigenlijk is het heel erg. Bezoekers. Oei oei. Zwakke gewrichten. Ik mag daar ook niet in. Oei 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 oei. Met hart en vaatsteken, dat heb ik ook, want het gaat te veel naar de Burger King. Eigenlijk is dat geen goede attractie voor ik. En voor jou? Ik heb zwakke gewrichten, ik heb nekklachten, ik heb rugklachten. Ik heb ook hart- en vaatziekten, epilepsie, dat heb ik net niet. Claustrofobie heb ik ook. En oei, zwanger ben ik ook niet. Oei. Mensen, ik denk dat wij toch een dik probleem hebben. Alles dat hierop staat, is niet goed. Je moet super gezond zijn voor hierin te gaan. En ja, dat is wel een beetje speciaal, want de mensen op de dag van vandaag zijn eigenlijk niet meer super gezond. Ja, iedereen heeft wel iets, hè. Dat je te veel naar de Burger King gaat en je zo van die hart- en vaatziekten, want al dat vet is niet goed. Door al die industrie heb je astma. Ja. Maar goed, ik ga daar allemaal mijn hat aan vragen. We gaan daar wel. Let's go. Hoi, ons vervoer staat al klaar. Hey Vincent, we hebben een probleem, hè, jongen. Een camion staat klaar. Na een uur vind ik dat geen probleem. Nee? Ja. Ik ben wel benieuwd naar waar we nu gaan, eigenlijk. Naar Walibi. Ja, stel je voor, toen we zo een beetje denken aan een oorlog. Pruk maar in de auto. We worden ontvoerd, Vincent. We worden ontvoerd in Bobbejaanland. Mensen, ik weet niet dat we ontvoerd gaan worden. Ik weet wel waar we heen gaan, maar ik ga het niet vertellen. Ik ga niet filmen in de huizen, dat ga ik niet doen. Maar Vincent, wat denk je niet? Ik ga het zo doen voor mijn camera. Ja, we gaan toch niet volgen. Ik heb toestemming gepraat van voor volgend jaar. Ja, wat doen we allemaal tijdens het wachten? Instagrammen. En we hebben hier een heel leuk verhaal. Echt kei cool. Wel een keer interessant om dat te tonen. Ja, zo mensen. Komt in orde. Zie je. Dit hebben jullie kunnen zien op mijn Instagram. Ga zeker een keer kijken, want er komen daar soms wel een keer leuke verhalen op. Zie je, zo ben ik vandaag binnen voor 9 euro. Jullie weten dat ook al ondertussen. En 8 euro parking. Ben ik naar de Burger King geweest. Zo zag mijn hamburger eruit. En dan is dat zo van... Nog iemand die een vraag heeft beantwoord. En dan is dat zo van... waar ben ik? Dat is niet moeilijk, hè mensen. En dan staan we in de wachtrij voor Welp, zoals jullie weten. En dan is het afgelopen. En hier staan we dan. Nog altijd in de wachtrij. En Vincent, ga je ook Instagram stories maken? Ik weet niet hoe dat werkt. Ik hou het bij Facebook. Oké, we moeten wel mee zijn met je tijd, hè. We gaan hier nog een beetje wachten. Het is eigenlijk best wel lang wachten, maar ja, dat was te verwachten, hè. Hoe lang staat je al in de rij? Ik weet niet. Een uur of zo? Nee, een half uur, denk ik. Wauw, je kunt hier nog de muziekinstallatie saboteren. Ga uw gang, Vincent. Ga uw gang. Ik vind het leuk hoor. Wacht in de wachtrij. Hey, ik heb ook nog iets leuks eigenlijk. Het is goed, wat heb ik dan wel? Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. En wat heb je moeten betalen? Alleen dat je een heel lastige wachtrij hebt. En een uur in de file staan. Omdat de mensen niet kunnen rijden met een auto.
Dat is wel zo. En nu hebben we naar de camping van een waar gebeurd horrorverhaal van wel. Dat is ergens een Belgische producer die zo'n horrorverhaal of zo. Ja, maar een keer als bezig om in de wacht. Het is welp dat je moet zoeken. Nee, geen help, het is welp, Vincent. Wat is welp? Was toch een Belgische producer? Ja, dat zou kunnen. Maar het heeft wel slechte kritiek. Het is maar 5,9 op 10. Ja. Misschien zijn de Belgen toch niet zo goed in horrorfilms. De Amerikaners zijn beter. Dat denk ik ook. Sowieso. Gebaseerd op Nightmare on Elm Street. Ja, of naar de zaal, of wat had je daar nog allemaal? Ja, wel veel goede horrorfilms eigenlijk, he, vanuit Amerika. Maar ja, dat is ook omdat die Amerikaanse en die Engelse echt wel fan zijn van horror. He. Of It. Ja, It is ook zo cool. Met die clown is dat, hè? Ja, ik ken hem gaan zien in de cinema. Man, ik was benauwd. Echt waar. Daar moeten ze nog eens spoken als op maken. Van iets? Ja. Oh, en met een doos popcorn in je hand zitten. Hé, maar dat is echt waar. Hé, dat kijk maar. Oké, nee, want het is een hele grote doos popcorn. En tegen het einde van die film ligt de helft van de popcorn op de grond in de cinema. En heel mijn doos is gekreurd, dat is echt ongelooflijk. Dan moet ik mijn doos weggooien. Hè. En de popcorn ligt op de grond en dat is er niet opgegaan. Ja. Zijn je ook zo in de cinema? Ik ga eigenlijk nooit door. Ik heb thuis een scherm dat groot genoeg is. Ja, goede 3D-sound. Ik heb dat allemaal niet nodig. Maar ik vind dat wel altijd plezant. Ze mogen dan extra botsen op mijn stoel dat allemaal popcorn gevallen is op de grond. Oh ja. Ja, maar hier nog een beetje wachten, mensen. En we gaan dan naar wel. Of help. Ik ga naar help. Dat is tof, hè? Help. Ja, help. Help en wel. Help is zo. Ik denk wel, ik ben wel zeker. Ja. Ik denk het ook. Ik denk dat we nog maar een half uur aan het wachten zijn. Ja, misschien al drie kwartier ongeveer. Ja, het was rond 10 uur dan ben ik gegaan. Maar ik was hier maar toegekomen om 2:30 of zo. En stond geen wachtrij niet meer aan de kassa, maar was wel content. Ik had zoiets van, wauw, geen rij meer, toch? Dus er moet hier wel vullen geweest zijn. We gaan erin. Vincent, wat zijn je verwachtingen? Niet goed eigenlijk. Nee? Ah nee, je mocht er niet met rugklachten, met knie, problemen aan je knie en zo. Dus, Ja, ik mag daar eigenlijk ook niet in. Echt niet. Maar ik ga dat toch doen, dan kijk ik daar niet achter. Het is dan wel op eigen verantwoordelijkheid, maar ja. Ik wil dat zien. Dus ik ben benieuwd. Mensen, we gaan ervoor. Let's go. Dat kan bijna zijn, hè? Ja, maar het gaat wel snel, hè? Oeh, hey mensen, we staan hier nu, hier, bij de Dream Flight, of de Dream Catcher, dat is het. Hoi Vincent. Hoi. We hebben naar Help geweest. Help of Welp? Help mij en Welp. Zo is het. Hey mensen, Welp, dat was echt vet cool. Subliem. Ja, echt heel van de beste huizen dat ik heb gedaan. Ja, eigenlijk, het is wel een heel goed geweest. Leuke effectjes, je moet door, door een bus wandelen. Dat is echt wel cool. Je hebt dan ook wel elektronische schrik-elementen. Ik ben niet zo'n fan van elektronische schrik-elementen, maar Vincent wel. Ja, je hebt daar zo'n paar toffe animatronics, die hond. Ja. Die had uit de wagen. Ja. Ja, ik ben daar geen zo'n fan van eigenlijk. Ik heb zoiets, liever menselijk werk dan zo. Maar goed, het is wel wat leuk. En het leuke van alles is die bus. Je weet niet echt waar dat je wordt gebracht. Ah, de bus in het begin? Ja. Maar ik vind de bus waar je door moet stappen. Ja, ook. Maar ik vind het echt wel goed. En volgend jaar gaan ze het misschien wel wat langer doen. En weet je wat dat het leuke is? Je komt zo toe in die bus en het is ook direct donker. Ja, dan zie je het licht niet meer. Allee, ja, zie je het licht wel nog, maar uiteindelijk zie je het ook niet meer, snap je? Maar nu is het tijd voor... Bijna. Er staat nog niemand in de rij. Ja, maar hier mensen, wel, ik zal zeggen dat je in Mobialand bent. Hoe lang hebben wij gewacht? Een uurtje? Een uur? Ja. Een uur. Wat? We dachten dat het langer ging zijn, hè? Ja, klopt. Viel nog mee, echt. Ja.
Ik vind een uurtje wachten voor een scarehouse eigenlijk wel goed. Dat moet niet lang zijn. Dus en dat tractie duurt toch wel redelijk lang. Ja, je zit ook met een mooie groep eigenlijk. En, ja. Ik vond die lift ook wel cool daarin. Ja, dat was goed gemaakt. Ja. Alleen het laatste vond ik wel... Met dat stroboscoop-effect, dat vind ik ook niet zo. Wel, het is een beetje gevaarlijk. Was de kettingzaam, maar ik zag de kettingzaam niet. Volgens mij was hij zelf verblind van die stroboscoop. Dat zou wel een keer kunnen, hè. Ja. Ja, als je daar als character de ganse dag moet instappen, bug escape al gedaan. Ja, dat is mijn codes, maar ik heb niet echt zoveel zin om daarin te gaan. Of welke scarehouse heb je nog? Je hebt nog iets met de kliniek of zo? Dat is helemaal in het begin van. Ja, gaan we daarheen? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, mensen, veel mensen in de huizen had vandaag eigenlijk niet doen. Ja, misschien ging het wel gekund hebben of niet. Misschien net wel, misschien net niet. Ik doe het niet. Ja, gewoon omdat ik er geen zin in heb vandaag om dat te doen. En ook, in dingen ging het ook niet lukken, nee. In welk ging het niet lukken. Het is voor mijn camera kapot te maken. Ja. Maar goed, we zijn onderweg, we gaan naar iets anders. Wat het is, weet ik niet. Let's go, hey Vincent. Let's go. Let's go. Het is wel een mooie zonsavond aan het worden, nee. Een zonsavond is op zijn Halloween gezegd. Ik wil scarezones zien ook. We hebben scarezone gezien hier, hè? We hebben nog geen enkele scarezone gezien. Jawel, één met vier mensen. Ja. Dat hebben we gezien. Maar we hebben er maar drie... Ja, maar we zijn zo wat naar Cowboy Dog moeten gaan. Daar is een scarezone. Ja, maar we kunnen eerst al zo langs hier wandelen, hè. We zijn nu bezig, hè. Hoe lang zou het wachten zijn voor op de Okido te gaan? Want de Okido die vind ik echt wel oké. Daar is hij juist. Hey! Oei, dat ziet er niet echt heel goed uit, hè. Ze staan tot buiten de wachtrij. Ja, dat is zeker een half uur wachten. Een half uur, drie kwartier, ja, zoiets. We gaan op naar het volgende. Let's go. Weet je van welke attractie dat ik ook super fan ben hier? Welp? Welp, zei je? Welp? Welp? Nee, help. Ik ben help. Ah, was dat? Toxic Waters. Oh. Daar gaan we een keer in. Is dat goed? Wie zijn we hier? Wauw, dat ziet er lijkt wel nog wat goed uit hier. We mogen ook weer niet filmen. Ah, wacht. Het doolhofbetreden wordt afgeraden voor zwangere vrouwen, bezoekers met claustrofobie, bezoekers met hart- en vaatstekingen en bezoekers met epilepsie of astma. Vincent, we mogen hier wel binnen, ja. Maar je moet hier ook weer redelijk gezond zijn, hè. Hart- en vaatziekte, epilepsie, rugklachten, nekklachten. En wat was het nog? Ik weet niet, ja. En zwanger. Ah, ja, zwanger. Hoe lang gaan we hiervoor moeten wachten? Het lijkt alsof dat niet zo lang wachten is. Oh, cool. Hey, weet je waar dat gaat zijn? Dat is hier in dat binnenstuk. Van Raja River. Je hebt daar een heel stuk waar dat er niks is. Denk je wel, ja? Ja, dat zou best wel een keer kunnen, toch? Het is met water. En wat is Raja River? Raja River. We zien hier nu een Walibi, hè. Indiana River? Indiana River. Dat is nog mijn favoriete attractie eigenlijk. Ik vind dat echt wel een goede splash hier in Mobialand. En de achterkant ziet er ook zeer goed uit. Oh, prachtig gewoon. Dat is alla Disney. We zitten backstage in Mobialand. Nu kunnen we tenminste een keer een filmpje maken. Backstage Mobialand. Goed. We gaan een keer zien wat dat hier is. Hè. De attracties voor vandaag. Ah, Chillwood Farms is al open. Scarezones zijn open om 2 uur. En dan heb je hier nog wat entertainment. Wel cool. En party op tijd. Om 18 uur. Wel tof. En dan heb je nog de attracties. Opvallend is, het park is open tot 9 uur. Maar de meeste attracties sluiten al om 20 uur. Eigenlijk alle attracties. Kei raar. Maar goed, we gaan hier een keer doorwandelen.
la 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 la. Dat is een topattractie. Dat is ongelooflijk. We kunnen nog altijd naar Welp gaan, hè, dat je dat wilt. Oh, hoe je dat hier? Wow! Wat een uitval. Ben er zeker van? Nee, we gaan wel snel. Hé, ik wil naar daar gaan. Naar die Chilled Goed Fairs. Dat ziet er echt wel geweldig uit. Moet me zeker doen. Hoi! Dan moet mij ook nog een keer op. Ik ben er zat van worden op dit hier. Zijn je daar fan van? Nee, normaal. Oh, dat is nice. Dit bevalt mij hier wel. Ja, lap. We vallen in pannen. Met B. Nog graag weg. Nee, nee, nee. Wow! Ongelooflijk. We gaan bungee jumpen. 3, 2, 1, jump. Wow! Bloed! Bloed, zweet en tranen. Oh yeah. Daar komt hij. Remmen, 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 remmen. Oh, wat? Omdat ik dan moet filmen dat hij naar beneden gaat. Daarom, Vincent, dat is plezant. Dat is entertainment voor de mensen. Oké, okay. Launch coaster, we komen eraan, hè. Volgend jaar komt er hier een triple launch coaster. Heel tof. Oh, we hebben een probleem. Dit was de onride van de attractie. Mensen, leuk dat jullie er waren. Echt, kijk tof. Hoe vond je het, Vincent? Nog eens. Oh, wauw, ik ook. Ik wil naar de spookhuis. Ga je mee? Goeie idee. Waar moeten we wat? Langs een andere kant. Dan nog een beetje trappen. Ja, oh, nog een beetje, nog een beetje, nog een beetje. Ja, nog een beetje. Ja, stop, stop. Ja, oké. Okay. We zijn er. In orde. Geparkeerd. Kinderland. Chilled Goed Fairs. Hier hou ik erin gaan. Wow. En de monorail passeert just. Wow. Childhood First, dames en heren. Ik heb hem gedaan. Ik ben eigenlijk niet echt gehyped over dit spookhuis. Omdat ik zoiets heb van, je staat daar 1 uur en een kwartier in de rij. Dan verwacht je ook wel iets. Om eerlijk te zijn, mensen. Ik vind het wel goed. En aan de kant vind ik het eigenlijk ook niet goed. Het ene is zo van, het is gepasseerd, het is gedaan. Het is wel leuk gedaan, dat wel. Maar 1 uur en een kwartier wachten, mensen, dat is echt wel heel lang. Dan zit je daar zo met zo'n kutmuziekje. Echt heel ambetant en irritant. Niet fijn. Ik zou nog op dat reuzenrad willen gaan. Ik heb nog enkele minuutjes. Ik weet niet dat ik het ga halen. En er is hier nog zo'n fenomeen. Het park is open tot 21 uur. Maar de grap ervan is, alles sluit om 8 uur. Maar goed, mensen. Het spookhuis is in Kinderland. Ik had video's gezien. Ik had zoiets van, wauw. Dan ziet er echt wel machtig uit en goed uit. Het is wel ook heel goed. Pas op, het einde wat ik gezien heb, is wel goed. Maar dan heb je zo het einde en dan is zo van, het is afgelopen, het is gepasseerd, het is gedaan. En dan had ik zoiets van, ja, mensen, het is gedaan. Het was wel allemaal heel mooi en het waren heel veel persoonlijke scare actors. Dat heb ik graag, zo van die mensen die echt scare actors zijn, dat heb ik echt heel graag. Maar ja, mensen, ik moet eigenlijk heel eerlijk zijn. Ik vind het een heel leuk spookhuis, maar het is niet zo van, wauw, dat moet je gedaan hebben. Nee, Welp is beter. Dan zou ik zeggen van, ja, het is gelukkig gratis, maar ik had zoiets van, als je een uur moet wachten, dan heb je zoiets van, we gaan naar Welp, want dat is beter. Maar goed, het spookhuis daar in Kinderland is exclusief met Halloween nocturnussen. En je hoort de muziek nog altijd natuurlijk. Ik ga hier nog proberen een ritje te maken op die monorail. Dat moet lukken. Ik heb geluk, daar is hij net. En het leuke is hier aan dit gedeelte is dat je er gewoon een maquette van Bobbiana legt. Hier gaan we. We gaan er een ritje op maken. Let's go. En
wanneer ben ik dan op de monorail? Bobbejaanland. Dit was het dan voor vandaag, dames en heren. Ik heb een leuke middag gehad, avond gehad, hier in het park. Kei lang moeten wachten voor de spookhuizen. Ik heb er maar twee kunnen doen hier in Bobbejaanland. Maar goed mensen, ik vond het leuk. Ze waren gratis, wel pas supergoed.
De tweede was iets minder, maar goed, ze waren nieuw en kwamen dan wel een keer zien. En ik was benieuwd. Jullie weten het misschien niet, maar ik heb maar 9 euro betaald voor hier binnen te gaan en 8 euro parking. Maar helaas, ik sta hier niet op de gewone parking, ik sta op een grasveld. En ik had zoiets van, ik moet nog 8 euro betalen voor op een grasveld te staan. Oké, why not? Maar ja, op een grasveld is ook maar op een grasveld staan. Ik hoop alleen dat ik niet vaststa, want weet je wat het probleem is? Als je vaststaat, dan heb je pech. Dus ja, bij deze. Maar goed, ik ben een beetje geluk, komen ze mij dan wel helpen dat ik vaststa. Hey mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Het was mega tof. Hier heb je nog Bobbejaanland. Kei tof gewoon. En ik zou zeggen graag tot volgend jaar, want volgend jaar kom ik terug. Want volgend jaar ga ik proberen te filmen in de huizen. Ik had een mailtje gestuurd, zo'n beetje een last minute mailtje. Ken je dat? En uiteraard mensen, de Jordi is dan toch afgekomen. Maar ik heb hier ter plaatse vergeten toestemming te vragen. En op die manier hebben jullie ook weer geen beelden gezien. Maar volgend jaar kom ik terug met Halloween. En ga ik proberen beelden te tonen. En nu ga ik naar huis. Ik zie dat het een beetje aan het vriezen is. Dus het zou best wel een keer kunnen zijn dat ik een probleempje heb om naar huis te keren. En wel eigenlijk niet, want dat is wel goed, want de onderkant is dan bevroren van... Ah ja, dat is wel goed. Goed mensen, we gaan naar huis. Thanks for watching. Don't forget to subscribe at this YouTube channel and follow me at the social media. Bye bye. En hier ben ik dan op de monorail. Echt kei plezant. Aan de rijtje maken, kei leuk. En hey mensen, ik ga toch zeggen... Ja... Het spook is in Kinderland. Het ene wat ik zag op video was echt wel heel mooi. En ik moet wel zeggen, het ene wat ik zag, heb ik echt ook wel een zin. Maar het einde is zo super raar. Er is zo geen finale scène. Dat is zo, dat is jammer. Maar ja, niks aan te doen. Het is gratis, je kunt ook niet alles verwachten. Weet je, soms in betalende spookprijs heb je ook zo het gevoel van, is dat het nu? Ja. Dus op zich vind ik het eigenlijk wel nog niet zo erg. Maar ik vind het wel een keer de moeite waard om het gezien te hebben. Zou ik er volgend jaar nog een keer in gaan? Ja, misschien wel. Maar misschien is er hier en daar wel wat veranderd. Maar ja. Ik ben blij dat ik die twee nieuwe gedaan heb. Want mijn favoriete spookhuis is toch wel. Omdat hij zo meer verrassend is. Hier in Kinderland heb ik zo wel het een en ander gemist. Het begin is heel tof. Zo met die paardenmolen en zo, en dan zit je erbij, heel tof. Maar kijk maar als ik volgend jaar toch beter ga uitwerken. Het is zo de eerste keer dat ze het doen en ja, dat is zo iets speciaals. En hier zijn we dan weer. Voilà. Volgens mij is de rij ook al afgesloten, kun je er niet meer in. Nee, afgesloten, kunt er niet meer in. Dus als je niet op tijd bent in de rij, kun je er gewoon niet in. Je hebt hier zo'n kutmuziekje erbij. Mensen zijn ook niet echt enthousiast dat ze eruit komen. Dat is zoiets van, was dat het? Ja. Dus ja, bij deze mensen. Ik zou zeggen van... Als je nu wil wachten, ga zeker naar Welp, want Welp is echt wel de moeite waard. Ze hebben hem zelf overtroffen met Welp en ik vind het geweldig. Dan nog een keer een leuk ritje maken hier. Echt kei tof. Mooi zo. Ja, die sonar mensen, dat ging ik eigenlijk ook nog doen, maar we stonden zo in de rij. En we hadden zoiets van, oh nee, nog zo lang wachten en ja, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Hier is mijn favoriete splash, Indiana River. Ik ben zot van Indiana River. Vraag me wel waarom, want ik ben er zot van, omdat je gewoon kleddermat hieruit komt in Indiana River. Het is echt geweldig.